Jan-Martin van Rees, wethouder van de gemeente Almelo. Er is her en der in de stad overlast van arbeidsmigranten. En de gemeente Almelo heeft hier een oplossing voor. Wat kun je daarover vertellen? Nou, we zijn op dit moment aan het kijken naar grootschalige woonlocaties voor short-stay arbeidsmigranten. Heel veel arbeidsmigranten die in Almelo en omgeving werken, die blijven hier voor een paar maanden. En die zitten nu vaak in huizen in de stad. En met dan te veel mensen in huizen en daardoor geven ze overlast. En door ze in short-stay locaties te zetten, waarbij er sprake is van 24 uur toezicht, allerlei voorzieningen, keukens, sportruimtes, huisartsen, algemene ruimtes waar ze met elkaar kunnen kletsen. Dan maak je het voor die arbeidsmigranten ook interessant om naar zo'n grote locatie toe te gaan. Dus wij hebben besloten een aantal van dat soort locaties te gaan ontwikkelen. En daar zijn we op dit moment volop mee bezig. Aan hoeveel locaties wordt er gedacht? We hebben op dit moment twee locaties in onderzoek. En daar kijken we naar om mee te beginnen. Maar we hebben bijna 2000 arbeidsmigranten. Dus wij denken toch dat je in grootschalige voorzieningen richting 1500, 1600 locaties moet gaan, of plekken moet gaan. Nou ja, en reken dan maar uit, dat worden dan een 4 of 5 of misschien 6 locaties. Er is natuurlijk een heleboel gedoe rond de uitstoot van stikstof. Hoe is een en ander dan te realiseren? Nou, dat is heel raar, maar wij hebben in Almelo eigenlijk heel erg weinig last nog van stikstof. Ik weet niet of het in de toekomst gaat veranderen, maar op dit moment hebben wij daar weinig last van. Ook in al onze bouwprojecten hebben we er nog niet zoveel last van. Dus ik ga ervan uit dat we hier de komende tijd nog wel mee door kunnen gaan. En als stikstof ook hier een probleem wordt, ja, dan zullen wij daar mee moeten dealen, net zoals elke andere gemeente. De personeelstekorten blijven natuurlijk nog wel even voortduren. Denkt u dan ook aan permanente locaties? Dit zijn permanente locaties waar we het over hebben. We hebben ons gericht op de gemeente Waalwijk, waar ze een aantal voorzieningen hebben, waar we gekeken hebben. En dat zijn gewoon niet permanent, maar dat zijn gebouwen voor 10, 15 jaar. Dus dat is redelijk semi-permanent. Wanneer gaat een en ander beginnen? Dat is een hele concrete vraag. Ik hoop dat we ergens volgend jaar kunnen gaan bouwen. Kunnen we gaan beginnen met de realisering van het eerste of het tweede gebouw. En voorlopig blijven de arbeidsmigranten in de gemeente Almelo nog overal gehuisvest. Ja, tot die tijd kunnen we geen andere eisen stellen. Dus we doen het zo snel mogelijk. Dank u wel. Graag gedaan.